Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door onderhoudsbedrijf Koos Walraven, VGC Vitrage Gordijnen Cleaning, aannemersbedrijf Dennis Blok en Hasima Totaal Vastgoedonderhoud. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Totaal. In de aflevering van deze week uitgebreide voorbeschouwing op de topper in de topklasse tussen Haaglandia en HBS. We praten met de doelman van Haaglandia, Steven Verstraeten, en met de spits van HBS, Tjeerd Westdijk. Maar we gaan beginnen met een reportage die we maakten op Kijkduin bij de Haagse Voetbalacademie. Wim de Jong en Hans Honders starten daar vorige week met een nieuwe cursus met heel wat jeugd. Wim, om te beginnen, HVA, Haagse Voetbalacademie, waar staat dat precies voor? Ja, dat is eigenlijk een voetbalschool die techniektraining aanbiedt, maar we zijn breder dan dat, want we organiseren voetbalkampen. En we hebben ook looptechniek, omdat dat toch wel gemist is tegenwoordig als je naar de jeugd kijkt, dat de looptechniek slecht verzorgd is. En we doen keepersopleiding, dus we zijn eigenlijk een opleiding die heel breed opleidingen aanbiedt. Nou, zou dat commerciële voetbalscholen die schieten als paddenstoelen uit de grond. Kun jij je voorstellen dat de KNVB zich daar wel eens zorgen over maakt? Ja, terecht natuurlijk. Iedereen denkt daar brood in te zien en gaat er iets in beginnen. Maar ik denk dat het basis is dat je eerst kwaliteit moet bieden. En dat je moet zorgen vanuit de club dat je het goed georganiseerd hebt. En dat je misschien beter een techniektrainer kan aanstellen voor een derde training op je eigen club. Dan dat je mensen van buitenaf binnenhaalt. Alhoewel ik de mensen zelf niet echt kwalijk kan nemen. Want ja, als je ergens iets kan verdienen, dan ga je iets proberen. En ja, zo zijn wij ook begonnen hier. En we doen het niet omdat we heel veel geld erop toeleggen. En we willen graag iets opleiden. Maar ja, er moet ook wel wat overblijven. Alleen ja, bij ons is het wel zo dat we dat zoveel mogelijk investeren in de spullen, in de materialen, in de trainers. Dus daar zal bij ons niet zoveel overblijven, omdat we een redelijk groot bedrag betalen aan onze eigen accommodatie. Ja, die accommodatie, ik weet het goed, jullie zijn ongeveer 6 jaar geleden begonnen. Hier bij het voormalige complex van SOBA Nationale Nederlanden. Dat had toen al een hele andere locatie, maar ja, jullie zitten er nog. Ja, dat is op zich wel grappig, want wij wilden toen 6 jaar geleden wel een voetbalschool opzetten. En dan praat ik over Hans Onders en mijn grote vriend en ik. En ja, dan ga je naar een locatie zoeken en wij wilden echt iets voor onszelf beginnen. En toen kwamen we hier terecht via de gemeente en dit konden we huren. Nou ja, goed, daar zijn we mee begonnen. En toen zeiden ze ook van ja, er is wel bestemming woningbouw. Dus je mag het voor een half jaar huren. En dat wordt elk jaar verlengd en we zitten hier nu al 6 jaar en er is voorlopig nog geen projectontwikkelaar die zich heeft gemeld hier. Dus ik denk dat we hier misschien nog wel een paar jaar kunnen blijven. Goed, dan beginnen jullie ook weer met nieuwe cursussen. Aan wat voor cursussen moet ik dan denken? Nou, we geven techniektraining, maar dat is dan niet alleen maar het trucje om het trucje, maar we proberen ook nog wel wat dingen toe te passen. En dat kinderen bewegingen leren om te passeren, maar dan wel kijken of je hem ook op dat moment moet maken. Dus het is niet het straatvoetbal dat het alleen maar gaat om het trucje, maar het moet wel toepasbaar zijn in de actie die je maakt. Wat de looptraining betreft hebben we Johan Kuijsten in dienst. Die is ook assistent of looptrainer bij gerenommeerde hoofdklasse HBS. Topklasse, sorry. En hij verzorgt daar de herstijltraining. Dat is iemand die veel in huis heeft. En die gaat hier vooral scholen op techniek van het lopen van kinderen. Dus dat betekent dat je echt gaat kijken van de motorische vaardigheid. En hoe je daar verbeteringen aan kan brengen. En we hebben dan onze keeperstrainer Larry, die ook bij Scheveningen topklasse de keeperstrainingen verzorgt. Dus wat dat betreft hebben we wel kwaliteit in huis. Hoe is het met de animo van de jeugd? Nou ja, doordat er heel veel aanbod is in keepers of in opleidingen, zie je wel dat wat minder wordt. Maar wij kunnen nog steeds onze cursussen volzetten en wij willen ook niet te grote groepen hebben, want we willen kwaliteit bieden. Dus we gaan nu met Hans en ik gaan nu met z'n tweeën op een groep van 16 gaan we techniektraining geven. Groepjes van 8. De keepers gaan met 4 op 1 keeper en de looptraining ook met 4 op 1 trainer. Dus dat is heel specifiek
Eigenlijk willen we niet meer, dat kan nog iets groeien. Maar waar onze kracht vooral ligt, dat zijn de voetbalkampen. Daar is echt heel veel animo voor. Nou goed, dan kom ik daar even op terug. Uit jouw woorden begrijp ik dus dat als er veel meer aanmeldingen komen, dan is het of we zitten vol of je gaat kijken naar extra docenten. Ja, nee, dan moeten er docenten bij. En dat moeten dan wel gekwalificeerde mensen zijn. En anders zijn we vol. Dat hebben we een aantal keren hebben we dat moeten verkopen. Omdat ja, in al die jaren hebben we gezegd, we willen kwaliteit bieden. En we staan er 6 jaar staan we hier nog steeds. En we kunnen onszelf bedruipen. Dus op de een of andere manier doen we toch wel iets goeds. Even naar jezelf. Je was destijds werkzaam bij de gemeente. Tegenwoordig volop uiteraard toen ook al bij de Richard Krajicek Foundation. En weer hoofdtrainer geworden bij een club, oude bekende, Die Hagen. En hier de Haagse Voetbalacademie. Wat dat betreft, red je nog qua tijd? Ja, maar ik ben altijd wel een bezige bij geweest. Een beetje wat jij ook altijd gedaan hebt in je leven. Alles maar voetballerij is. Ja, ik heb een drukke baan, maar dat is wel heel erg leuk werk. Het is in de sport. Maar ik zoek wel mijn ontspanning ook in de avonturen. En dat is het trainen van een clubje met een leuke groep. Wat ik nu doe bij Die Hagen, dat geeft heel veel ontspanning ook. En dat vind ik hier ook. Het werken met kinderen, dat is gewoon ontzettend leuk. En zeker als je ziet dat je in korte tijd kinderen gewoon heel veel kan leren hier. Veel meer dan dat je bij een club bent, omdat je veel specifieker bezig bent. Ja, dat geeft gewoon energie en dan is het niet zo erg om 60 uur in een week te werken. Want als het leuk is, is het leuk. Okay. Je had het net al even over die voetbalkampen, daar wil ik mee afsluiten. Want jullie hebben in de herfstvakantie hier op het complex ook weer van die voetbalkampen. Ja, doen we 23 en 24 oktober hebben we hier weer 2 volle dagen. Ja, dat zijn wel kampen die altijd helemaal vol zitten. En van de zomer hadden we kampen met 150 kinderen maar liefst. En dan moeten we ook echt nee verkopen, want dan is het maximum. Dan werken we gewoon met 15 trainers hier. En dat is het voordeel van deze accommodatie. We hebben 2 velden. We hebben een eigen kantine waar kinderen gewoon kunnen lunchen. Dus wat dat betreft is het dan hier wel een ideaal, nou ja, laat ik zeggen, Milanello noemen we het maar. Dat je hier in de zomer gewoon geweldig kan vertoeven. En zoals nu ook, je ziet het, je staat hier vaak uit de wind. Mooi complex, dus ja, we gaan in de herfstvakantie gaan we er weer 2 hele fijne dagen van maken. Kinderen die ze weer opgeven, hoe kan dat? Nou, we hebben een eigen website en daar is een aanmeldingsformulier op. En dat is www.haagsevoetbalacademie.nl. En daar kan je de gegevens invoeren en dan komt het automatisch bij ons terecht. Goed Wim, bedankt. Succes met de cursussen en uiteraard de voetbalkampen. Oké, dankjewel. En na de Haagse Voetbalacademie, tijd voor de topper van zondag in de topklasse. En die gaat tussen Haaglandia en HBS. We praten met een speler van HBS, maar allereerst met de doelman van Haaglandia, Steven Verstraeten. Pieter Donat sprak met hem. Steven, je eerste seizoen bij Haaglandia. Stel jezelf eerst eens even aan de kijkers voor. Ja, ik ben Steven Verstraeten, ik ben 25 jaar. En afkomstig van Wilhelmus. En Voorschoten gehad en nu een jaartje Haaglandia. Voorschoten, ja. Het is ook een hoge zaterdagclub. Waarom die overgang naar de topklasse Haaglandia? Ja, het zegt eigenlijk topklasse. Dat is wel interessant om in te spelen. Ja. Je komt van Wilhelmus. Ik heb begrepen dat daar lang je trainer Leo de Boer geweest is. Ook een hele bekende in het amateur en ook profvoetbal. Ja, dat klopt. Ja, Leo is buiten de voetbal ook nog een goede kennisvriend van mij. En ik heb een tijdje met hem ook in de keeperschool van Leo de Boer keeperschool gedaan. En ja, Leo is gewoon een hele goede man, goede trainer. Zelf een mooi verleden als keeper gehad. Dus Leo is wel goed bekend bij mij. Bij Wilhelmus. Ik heb jou heel jong zien debuteren. Zeg maar hoe oud het was en hoe oud je toen was. En je hebt ook volgens mij in de jeugd daar gespeeld. Ja, dat klopt. Ja, ik was 16, speelde ik in het eerste. Wel een keer meegedaan in het tweede als jongere, op jongere leeftijd. Maar ja, ik was 16 en daarvoor altijd in de jeugd gespeeld ook. Ik heb Leo de Boer wel eens gesproken en toen had hij het over dat hij jou toch ook een keeper potentie betaald voetbal zag. Ik neem aan dat, ik dacht dat het was FC Dordrecht waar je ook nog proeftraining gedaan hebt. Nee, dat was bij NAC. NAC, ja. Ja, daar heb ik een proeftraining gehad, alleen het is helaas niet geworden wat we beide partijen wouden. Dus dat is wel zonde. Zijn je ambities nog steeds op dat niveau? Ja, misschien moet ik iets realistisch zijn dat dat nu niet meer erin zit misschien. Maar het zal wel leuk wezen nog. Leuk zijn. Wat dat betreft zijn er nog niet contacten of je hebt nog niet iets in die richting vernomen? Nee, ja, kijk, om 2 jaar geleden speelde ik nog bij een tweede klasse. Vorig jaar dan hoofdklasse gespeeld en nu topklasse. Het gaat allemaal heel snel.
Maar het is nu even nog even goed in de topklasse. Het verschil tussen zaterdag SV Voorschoten en zondag voetbal Haaglandia, hoe zie jij dat? Ja, ik kijk er niet zoveel naar. Voor mij is voetbal is voetbal. En of het nou op zaterdag of zondag is, nou, maakt voor mij niet zoveel uit. Maar je hebt daar toch derbies tussen haakjes, Quick Boys, een kleine derby heb je toch ook gespeeld? Dat geeft aan dat het ook behoorlijk beladen wedstrijden zijn. Ja, wel. Qua toeschouwers en doen wel, maar ja, als je niet uit de regio komt, dan voel je dat misschien minder. Ik kom daar niet vandaan, dus ik zou niet weten wat het gevoel moet doen dan. Voor mij is dat gewoon een normale wedstrijd, zoals elke wedstrijd. Toch, aanstaande zondag HBS. Dat is een derby. Wekt dat bij jou wat bijzonders op? Nee, niet zozeer qua ploegen, maar het is wel leuk dat ik tegenover Johnny sta. Die ken ik dan ook uit de keepersverleden en samenwerken met de keeperscholen en dat soort doen. Dus dat vind ik wel, dat is wel iets leuks. Ja, natuurlijk, bij Velo hebben we ook een toernooitje gehad. Toen stonden we ook al tegenover elkaar voor de eerste keer. En vind ik wel, wel leuke dingen. Wat is je persoonlijke doelstelling dit seizoen? Heel goed seizoen draaien. En met de ploeg? Ja, met de ploeg. Wat moet je verwachten van de ploeg? Op dit moment doen we het leuk nu. We hebben een moeilijke start gehad. Het is leuk als je nu gewoon erin kan blijven en op kan bouwen naar volgend jaar. Het feit dat je een keer bij Staphorst uit voor de beker uit het veld gestuurd bent, heeft je niet aan het twijfelen gebracht over je positie in het eerste van in Haaglandia? Ja, misschien wel. Ja. Maar dat zijn dingen die gebeuren en het is aan jezelf. Dan moet je daar maar weer overheen stappen en verder gaan. HBS, de uitslag is moeilijk te zeggen natuurlijk, maar je hebt er goed gevoel bij? Op dit moment heb ik er een heel goed gevoel bij, ja. Moet het wel goed komen. Succes ermee. Dankjewel. En tot zover Steven Verstraeten, de doelman van Haaglandia. Gaan we natuurlijk ook naar het andere kamp, HBS. Dat verloor zondag ook thuis tegen ADO 20. Vooruitblikken op het duel van komende zondag tegen Haaglandia. Dat doet Rob Blankenstein met spits Tjeerd Westdijk. Tjeerd Westdijk, nieuw seizoen in de topklasse. Vorig seizoen het eerste seizoen geweest. Hoe kijk je terug op dat eerste seizoen? Ik denk dat wij aan het begin heel erg moesten wennen. En dat was ook te zien aan de resultaten, denk ik. De eerste twee wedstrijden gewoon goed op onze boek gekregen. En toen daarna eigenlijk uit het niets tegen Argon een monsterscore hebben neergezet. En ik denk dat wij uiteindelijk wel een mooi seizoen hebben gedraaid. Als je gewoon negende wordt in de topklasse in je eerste jaar, dan doe je het goed, denk ik. Op een gegeven moment neemt André Wetzel dan de scepter over, zeg maar. Wat is er dan zo verschillend aan André Wetzel in vergelijking met de voorgaande trainer? Ik wil niet echt een vergelijking gaan maken. Ik denk dat de rest gewoon, het was een nieuwe wind. En iedereen vond het gewoon fijn om mee te werken. En er werd duidelijkheid geschept. En ik denk dat iedereen er weer voor ging, zeg maar. En ik denk dat we het met z'n allen hebben gedaan. En Wetzel heeft daar zeker zijn aandeel in gehad. En ik denk dat hij dat dit jaar weer zal hebben. Maar ik wil niet zeggen dat Corné dat niet goed heeft gedaan. Ik denk dat het gewoon een situatie was en het wennen aan de topklasse. En op een gegeven moment kom je in een flow dat je 3-4 wedstrijden wint. En dan ga je op een gegeven moment ga je 9 wedstrijden, pak je heel veel punten. En ik denk dat we daardoor in de topklasse zijn gebleven. Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Qua spelersgroep is er niet al te veel gewijzigd. Wel Jean-Paul Seys erbij gekregen, jong met betaald voetbalervaring. Hoe belangrijk is zijn inbreng op dit moment? Ja, ik denk wel belangrijk. Ik denk dat we vorig jaar met EKMK ook een hoop wedstrijden, dat EKMK heel belangrijk is. Maar ik denk dat de jonge jongens en vooral achterin, waar nu Nieuws Belt en Jochem, die daar op plekken staan waar ze niet echt horen te spelen. Dat zijn echt middenvelders. Ik denk dat die een hoop aan hem hebben, in ieder geval. Topklasses voor het tweede seizoen, wat ik al zei, daarvoor de hoofdklasse. Is het verschil nou zo groot? Want hoor je toch vaak van trainers en spelers, het verschil is gigantisch. Dat denk ik wel. Ik denk dat wij, wat ik net ook al zei, dat we de eerste paar wedstrijden, dat we echt dachten van, we gaan hetzelfde voetballen als we in topklasse hebben gedaan. We gaan vooruit proberen te voetballen. En dat kan gewoon niet meer. Als je achterin een foutje maakt, dan dat wordt gewoon afgestraft. En zonder pardon sta je in één keer 3-0 achter. En dan is de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Dus ik denk dat wij daar zelf ook veel beter in zijn geworden. En ik denk dat wij dit seizoen ook een stuk beter zijn dan dat wij vorig seizoen waren. Vooral aan het begin van het seizoen.
tot nu toe behoorlijke resultaten. Weliswaar een nederlaag tegen Achilles 29. Dan staat zondag de wedstrijd tegen Haaglandia op het programma. Een streekderby, toch altijd een speciale wedstrijd. Ook voor jullie, denk ik. Ja, zeker weten. Ik denk een van de leukste wedstrijden in de topklasse voor ons. En die wil je natuurlijk altijd winnen. Hun willen hem altijd winnen. En ik denk dat zij hem volgens mij nu 9 van de 10 keer hebben gewonnen. Dus ik denk dat het tijd wordt dat wij maar weer eens gaan winnen. Jullie hebben een voorbereiding op het velotoernooi tegen Haaglandia gespeeld. Kon je toen al zien dat het een heel andere ploeg is in vergelijking met het afgelopen seizoen? Ja, tuurlijk. Maar ze hebben ook ze hebben denk ik 40 doelpunten ingeleverd. En Patrick de Groot die pakte denk ik ook 12 punten in het seizoen minimaal. Dus ik denk dat hun zeker hebben ingeleverd. En dat hebben wij denk ik niet gedaan. Ik denk dat wij alleen maar beter zijn geworden. Dus ik denk dat onze kansen beter zijn dan vorig jaar in ieder geval. Wat voor wedstrijd verwacht je? Uiteraard eentje met strijd, maar voetbaltechnisch gezien? Ja, ik denk dat het een mooie wedstrijd wordt. Ik denk dat kan allebei de kant op. En ik denk wie de meeste balbezit heeft, die gaat de wedstrijd gewoon winnen. Even toch terug naar je eigen carrière. Heb jij nog steeds ambities voor betaalde voetbal? Je hebt toen kort mogen ruiken aan het betaalde voetbal bij ADO Haag. Het is niet geworden wat je er wellicht wel van verwacht had. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik was toen een A-junior. En ik heb er heel, heel kort aan mogen ruiken. Ik heb een paar keer mee mogen trainen. Ja, ik denk niet dat ik nog profvoetbal ga halen. Je wilt natuurlijk als voetballer altijd uithalen wat erin zit. Dus je doet gewoon je best en dan zien we wel waar het schip staat. Tot slot, jullie gaan op bezoek bij Haaglandia in Rijswijk. Wat is jouw prognose? Ik zeg 1-3. En met Tjeerd Westdijk zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. En u weet het, dagelijks het laatste regionale voetbalnieuws op haaglandenvoetbal.nl. Hartelijk dank voor uw aandacht en wat dit programma betreft graag tot volgende week woensdag. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door onderhoudsbedrijf Koos Walraven, VGC Vitrage Gordijnen Cleaning, aannemersbedrijf Dennis Blok en Hasima Totaal Vastgoedonderhoud.